Hoi allemaal! Dit hebben we ooit gekregen in Italië en volgens de verpakking kun je hier slijm mee maken in je badkuip. Dus daar kan je in gaan zitten. Als je dat zou willen natuurlijk. En we zijn nu een paar dagen weg. We zitten in een hotel in Valkenburg en we hebben het pakket meegenomen. En we gaan het hier uitproberen. Dit zit in de doos. Twee zakjes met paarsbruine korreltjes. En op de zakjes staat fase 1. Twee zakjes gevuld met witte korreltjes. En tot slot een gebruiksaanwijzing in het Italiaans, maar ik denk dat ik daar wel uit ga komen. Ja, op het plaatje zie je een jongetje in een bad vol van dat glibberslijm. Maar per zakje mag je maar 6 centimeter water in bad hebben. Dat is ongeveer 30 liter. Dus ik heb 2 zakjes en ik heb het bad met 12 centimeter water gevuld. Mijn middelste dochter en mijn jongste dochter zijn er nu ook bij. Hoi! Hoi. Die zijn heel benieuwd. Gooi het eerste zakje er maar in. Oké. Okay. Kijk, het wordt roze. Ja. Tweede zakje er ook in doen. En dit wordt zakje nummer 2. Hoe lang moet dit staan, weet jij dat nog? 10 minuten volgens mij. 10 minuten, oké. Okay. We zijn nu aan het roeren en zo ziet het er nu uit. En nu gaan we het dus 10 minuten laten staan. En ik ben dan heel benieuwd hoe het er daarna uitziet. We zijn nu 10 minuten verder en zo ziet het eruit. Kijk dit dan, joh. Het voelt als crushed Orbeez, denk ik. Ja. En dat witte poeder, dat gaan we zo meteen in doen als ik het weer het water ga laten weglopen. Want met dat witte poeder maak je het dus weer water. Tot water. Ik zit erin. Je zit er helemaal niet in, het zijn alleen maar je voetjes. Oh, dit voelt zo gek. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Durf je te zitten? Oké. Ik ga ook zitten. Orbeez. Dit voelt lekker. Ja. Het lijkt net alsof dat je een massage krijgt. Ja, je zit gewoon in een Orbeez spa bad. Ja. Dus je kan lekker relaxen. Ja. Ja. Heel grappig dit. Maar ik hoef er niet in. Want jij vindt het niet lekker voelen. Ik vind het, nee. Ik had deze video niet gepland, anders had ik badkleding meegenomen. Dus vanwege de video zitten ze in een ondergoed in bad. Ik kan het zo doorknijpen. Dus we gaan het bad nu weer laten weglopen. Maar om dat te doen, moeten we eerst het witte zakje. Zout. Ja, het witte zakje verspreiden door het bad. Ja, en dan wordt het weer water. Dat hoop ik dan maar. Doe maar. Gooi het maar in. En dat moeten we dan weer mixen. Gaan jullie maar lekker mixen. Wee! Het voelt echt lekker. Ja, het zou nu helemaal water moeten zijn. En dat is niet zo. De stop is eruit en ik probeer het slijm nu te verdunnen met water. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Het lijkt goed te komen. Ja, ik kan me voorstellen dat kinderen dit fantastisch vinden. Mijn meiden vonden dit heel erg leuk, maar ik heb er wel stress van gehad. Ik was echt bang dat ik het niet meer uit de badkuip zou krijgen. Dus ik kan het niet aanraden om dit in een badkuip te doen. We moeten gaan uitchecken, dus ik was net op tijd klaar. We gaan de video afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!